a save! Holy shit! Oh no, nee! Kut, ik dacht dat je het open veld ging ingooien, maar... Je fakte me gewoon. De pranks. Nee, je moet er nog één winnen. Oh ja, smack that butter! Hey, ik ga 55. Oh, ik krijg Twitch bonus! Oh ja, smack that butter! Oh shit, ik gooi het bij. Nee, wacht even! Ik was ook bezig met mijn kont slaan. Ja, ik ook. Anna! Anna! Oh please, liefje, kom op! I'm my 2M account! Nee, dat ga ik zeker niet doen. Wie is dat? Dat is mijn vriend Reinier. Ik ben Reinier! Ik denk dat die bal een beetje heeft gezopen. Maar hij heeft geen slappe lach als hij 3 flessen opdrinkt. Ik hoop niet eens geld. Kijk, weet je wat het is? Je kunt heel veel gesprekken hebben over poep. Maar poep kan er in gewoon elke vorm en maat kan niet komen. En zeker als je dat gevoel kent. Alsof je als je op de wc zit. En je moet schijten. En er komt gewoon een drol uit. En waarvan je echt denkt van... Holy shit. Dat ding is echt fucking... Een fucking onderzeeër. Gewoon een fucking... Dat zat in mij. Trol. Hoe komt dat uit mijn kontgat? En dat is gewoon kut. En dan voel je dan gewoon helemaal niks van. Die floept er gewoon uit. Maar soms heb je ook echt van die drollen. Dan heb je echt gewoon een fucking regenwormpje dat je uitscheidt. En veel dikker is dat ding ook gewoon niet dan. En dat doet dan gewoon hoerenveel zeer. Alsof er echt stekels in zitten. Ja, gewoon echt. Dat is zo kut. Dus mijn kijk op het leven. Je kunt beter... Fuck poepen. Je kunt... Fuck poepen, ja. Je kunt beter een fucking onderzeeër uitscheiden dan een regenwormpje. Poep is toch best interessant, zeker weten. Zeker als je poep ook nog gaat gebruiken om mee te kleien en shit. Dan kun je echt gewoon alle vormpjes en maatjes maken. Je gaat er denk ik net iets te ver op in. Ik bedoel, lekker met je handen zo. Dan heb je gewoon een tornado gemaakt of zo. Ja, dat was mijn. Dit was mijn spreekbeurt, jongens, over poep. Heeft iemand nog vragen?